en welkom bij deze nieuwe video. Dit is de eerste YouTube make-up video die ik maak na mijn week in Marokko. Ik heb het gemist. Ik miste altijd als ik een tijdje geen video's maak. Als je die video hebt gemist, ik heb de hele week gevlogd in Marokko. Die video staat al online op mijn kanaal. En vandaag ga ik een video maken over mijn favoriete make-up. Ik heb gemerkt dat er toch een aantal make-up producten zijn die ik altijd pak, die ik altijd gebruik. En het zijn ook over het algemeen nieuwe producten die ik nog niet echt per se heb aangeraden aan jullie. Sommige wel, sommige niet. Dus ik dacht, ik ga me vandaag hier opmaken samen met jullie, want ik moet me sowieso klaarmaken voor de dag. En ik ga vandaag alleen maar mijn favoriete producten gebruiken. Dus alles wat ik vandaag gebruik is echt een aanrader. Dus pak je portemonnee er maar bij, want je gaat vandaag shoppen. En ik zal zoals altijd ook weer uitleggen per product waarom ik het zo goed vind. Mijn haar is een beetje plat, want ik heb het net gewassen en het is nog een beetje nattig. Dus het wordt vandaag een super positieve video. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, laten we beginnen. Ik heb nog niks op mijn gezicht. Ik heb alleen maar mijn wenkjes gedaan. Mijn wenkjes, ik verander eigenlijk nooit van product. Gewoon altijd mijn NYX Micro Brow Pencil en that's it. Ik ga beginnen aan het gezicht. Ik heb mijn gezicht al geprimed met deze By Kelsha Gold Elixir Primer. Deze gebruik ik als zowel dagcreme als primer. Is echt een geweldig 2-in-1 product. Dus dit is ook het eerste product wat ik vandaag aanraad. Ik heb het al aangebracht, maar ik zal het nog wel even laten zien. Het is zeg maar zo goud. Zie je dit? En het is super fijn voor onder je make-up, omdat het ook een beetje plakt en het je huid echt goed verzorgt. En I love it. Deze gebruik ik echt al jaren. Echt een fantastisch product. En hij is ook al bijna leeg. Ik weet niet of je het goed kunt zien op beeld, maar er zit nog maar zo'n klein beetje in. En ook wat ik nog extra doe voor mijn poriën om die te verbergen, is mijn Benefit Professional Primer. Dit is echt weer een product die ik heb heruitgevonden. Dus deze pak ik altijd een klein beetje en die breng ik alleen maar zo hier aan op de poriën. En dan druk ik het zeg maar zo in. Dit is echt een heel goed product. Het is ook echt een bestseller voor al jaren. Het is niet een nieuw product. Deze kennen we echt al jaren. Maar ik heb hem echt weer helemaal heruitgevonden. Breng hem niet aan over je hele gezicht. Want dat gaat echt je make-up verpesten. Maar gewoon zo een klein beetje indrukken hier zo. En dan ben ik klaar. Ik doe ook altijd een beetje op de kin. En het maakt ook mat. Dus als je een vettige huid hebt of een vettige T-zone, dan kun je het ook daarvoor gebruiken. Echt ideaal. Dit is echt een droomcombinatie. I love it. Een foundation die ik heb gekocht in Spanje. Als je mijn vlogs hebt gezien daar, dan heb je dit product ook al gezien. En ik gebruik het al letterlijk sinds die dag. En dat is deze L'Oreal Serum Foundation. Dit is echt zo'n mooie foundation. Het is zo naturel, maar het heeft alsnog dekking. Het geeft een hele mooie naturel gloed aan je gezicht. Alsof je helemaal zo'n mooie bruin bent van de zon en helemaal straalt. Echt een heel fijn product. Ik heb hem in de kleur 5-6 medium tan. En jongens, deze is echt geweldig. En hij blijft de hele dag goed zitten. En dat is ook shocking, want meestal dit soort producten blijven niet heel goed zitten, omdat ze niet echt mat zijn, zeg maar. Maar ondanks dat blijft hij echt goed zitten. En ook als ik het zo inblend in de huid, ik zie gewoon hoe het super snel helemaal inblendt in de huid. Zie je dit? Het is gewoon alsof je niks hebt op je huid, maar het geeft toch nog een extra gloed aan je gezicht. Een heel mooi stralend effect. Ik vind het echt geweldig. Kijk even dit. Deze is zo mooi en ik gebruik hem echt voor elke soort look, maar vooral wel gewoon voor mijn meer naturel everyday look, zeg maar. En hij is ook betaalbaar en daar houden we van natuurlijk. Kijk even dit. Het is alsof ik niks op mijn huid heb. Het geeft zo'n mooie gloed, maar toch nog wel echt dekking. Fantastisch. Dan concealer. Ik heb hier een concealer. Jongens, sinds ik overdrijf niet de eerste keer dat ik hem aanbracht, wist ik al, dit wordt een favorietje. En dat is de nieuwe Huda Beauty Concealer. Oh my gosh. Deze is zo goed. Hij heeft een super mooie dekking. Hij is niet dikkig of zo. Hij blendt goed in. Echt fantastisch. Ik heb hem in de kleur Cookie Dough. En hij is ook veel beter dan de oude Huda Beauty Concealer. Deze heeft ook echt een volledige dekking, maar is toch wel een beetje dikkig op de huid. Plus hij droogt heel snel op. Je moet snel werken en je kunt hem een beetje zien zitten. Dit is echt een super verbeterde versie van deze, naar mijn mening. En hij heeft ook echt een hele fijne applicator. En je hebt echt niet veel nodig. Ik breng altijd gewoon zo een beetje hier aan. En een beetje zo hier om een beetje te liften. Een beetje bij mijn kin, een voorhoofd en een streep op mijn neus. Ik ben er letterlijk maar één keer ingegaan voor al dit. En het maakt zo ontzettend smooth. Deze kleur is ook echt perfect voor mijn huidkleur. Het maakt zo smooth. Het verlicht ook goed. Het blendt snel in. Het droogt niet snel op. Dus je hebt wat tijd om het goed in te blenden, zeg maar. Kijk dit. Hoe meer je aanbrengt, hoe meer dekking. Je kunt wat meer aanbrengen. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Dit is echt een fantastische concealer. Ik ben er zo blij mee. En ook echt het bedrag waard. Dus als je op zoek bent naar echt een goede concealer, dan ga je hier echt heel blij mee zijn. Kijk even dit. Het is echt heel smooth. Konden jullie het ook maar zien in het echt? Wauwie.
Dan ga ik ook in met cream blush. En nog steeds mijn favorite cream blushes zijn van She Glam. Van elke cream blush die ik heb, duur, goedkoop, maakt niet uit, zijn dit echt de beste. Ze zijn super goedkoop. Ik heb twee kleuren. En ik gebruik meestal deze roze kleur in de kleur Love Cake. 101 Love Cake. En deze liquid blushes zijn ook echt de regelrechte dupe van de Rare Beauty Liquid Blushes. Van Selena Gomez, haar make-up line. Haar make-up line is helaas hier niet te koop. Deze heb ik gehaald bij Sephora in Spanje. Maar deze zijn echt letterlijk een regelrechte dupe. Dus deze ga ik eventjes aanbrengen. Tijd voor poeder om alles te zetten en mat te maken. Altijd als iemand mij vraagt, Sarah, weet je, een goede losse poeder, is er eigenlijk altijd eentje die ik standaard al jarenlang aanraad. Ik heb een heleboel andere ook goede poeders, maar eentje is echt nog steeds gewoon mijn nummer 1. En ik ben zeker niet de enige. En dat is mijn Laura Mercier losse poeder. Dit is nog steeds gewoon de top notch nummer 1 beste poeder. Hij is wel duur, echt 45 euro. Ik had hem aangeraden en mijn vriendin was echt van, oké, 45 euro, is hij dat wel echt waard? En ik zei gewoon ja, hij is gewoon echt waard. En het is een grote pot, dus hij gaat best wel lang mee. Maar deze poeder doet alles goed. Gewoon alles. Hij geeft goede dekking. Hij blendt helemaal zo in de huid. Je ziet hem niet liggen. Hij laat je make-up echt er goed op zitten. Dus hij doet niks fout. Dus ja, dit is gewoon nog steeds mijn nummer 1 poeder. Oh, mijn gezicht ziet er echt prachtig uit. Het zijn echt goede producten. En ze werken ook goed samen. Je moet ook altijd een beetje opletten dat de producten die je gebruikt ook goed samenwerken. Want je kunt twee fantastische producten hebben. Maar als je ze samen gebruikt, dan wordt het echt een bende. Dus daar moet je ook altijd op letten. Bijvoorbeeld, ga niet al te veel matte met super glanzende producten mixen. Want die formules gaan vaak niet goed samen. Dus dat is wel iets om op te letten. Vooral als je deze foundation gebruikt. Deze is echt prachtig. Maar je moet echt opletten, want hij werkt niet met een heleboel matte producten. Vooral als je echt ingaat met een super matte concealer of een hele matte poeder, dan gaat deze afbreken. Dus hij is echt geweldig, maar je moet dus opletten met wat je hem gebruikt. Dan ga ik mijn neus contouren. Een van de paletjes die ik de afgelopen tijd hiervoor vaak gebruik is dit Catrice paletje, dit contour paletje. En ik mix deze twee kleuren met elkaar en daarmee doe ik mijn neus contouren. En jullie weten, als je me al een tijdje volgt, is dat ik midden in mijn make-up proces ook altijd inga met een fixing spray die hydrateert. En die ik de afgelopen tijd gebruik is deze Wet n Wild Be Mine Honey Setting Spray. Omdat die echt super goed hydrateert. Ik heb ook een hele video gemaakt over heel deze collectie. Hij is alleen al wel bijna leeg, want het is niet echt een groot flesje. Dan nu stop ik even met het gezicht en ga ik beginnen aan de ogen. Ik ga oogschaduw overslaan. Het zal misschien als een verrassing komen voor jullie, maar in mijn dagelijks leven draag ik eigenlijk bijna nooit oogschaduw. Ondanks het feit dat ik hier online altijd de meest gekke ooglooks maak, in mijn everyday life maak ik niet echt ooglooks. Ik doe altijd gewoon vaak een winged eyeliner, omdat ik wel een beetje die foxy eye look wil. En that's it. Jullie weten, ik heb al heel vaak verteld dat mijn favorite eyeliner de Kyliner is van Kylie Cosmetics. Dat is mijn nummer 1 favoriete eyeliner. Maar die is opgegaan. Dus ik heb die nou eventjes niet meer. Dus de laatste tijd heb ik eentje weer gevonden die ik altijd al goed vond, maar niet meer gebruikte. En dat is de Make It Big Eyeliner Pen van Morphe. Deze heb ik altijd super goed gevonden. Ik heb hem alleen nou al een tijdje niet gebruikt, omdat ik ook gewoon een heleboel andere producten wil gebruiken ter afwisseling. Maar ik ben nu weer teruggegaan naar deze. En hij is nog steeds echt geweldig. Hij is heel zwart. Hij is echt heel mat. Hij gaat ook niet af de hele dag. Ik heb er zelfs mee geslapen en het zat nog best wel goed. Dus dit is echt een hele goede eyeliner. En hiermee maak ik altijd zo'n mooie wing. Zoals je kunt zien heb ik de wing niet helemaal doorgetrokken naar binnen. Maar ik ben ongeveer hier zo op de helft gestopt. Want dat geeft een meer natural effect. En dat is wel de look waar ik vandaag een beetje voor ga. Dan mascara. Deze mascara gebruikte ik heel vaak toen ik mijn lash lift had. En ik gewoon mijn echte wimpers rokte. En dat is de Matte Lash Mascara van de Balm. Deze is super fijn. Hij maakt mijn wimpers heel mooi en lang. Vooral heel lang. Dat vind ik heel mooi. Dus toen ik nog die lash lift had en geen nep wimpers droeg. Toen was dit echt mijn go-to mascara. I love it. Echt een goede mascara. Kijk even hoe die mijn wimpers helemaal zo goed vastpakt. En ze helemaal zo omhoog trekt. Zelfs nou ik geen lash lift meer heb. Zie ik gewoon dat mijn mini wimpertjes die totaal niet omhoog staan. Toch omhoog gaan staan. Dus echt een fantastische mascara. Hij is ook gewoon te koop bij Kruidvat. En natuurlijk ook nep wimpers. In mijn afgelopen video's is er één paar wimpers die ik echt by far het meest heb gebruikt. En dat zijn van Kleon Cosmetics de wimpers in de stijl Baby. Deze zijn zo mooi lang. I love them. Ze zijn lang, maar niet echt heel vol. Dus nog wel heel mooi naturel. Dus ik vind ze echt geweldig. Oké, wimpers zitten erop en het ziet er allemaal goed uit. Nou ga ik verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Als je mijn Catrice half mat, half glowy video hebt gezien, dan heb je deze
deze bronzer al gezien, want die heb ik letterlijk ontdekt in die video. En dat is deze Sun Lover bronzer van Catrice. Ik had zo niet verwacht dat ik hem zo geweldig ging vinden. Ik heb hem in de kleur 010 Sunkissed Bronze. Het is een glowy bronzer. Ik ben eigenlijk juist een fan van meer matte bronzers, maar deze is echt fantastisch omdat hij niet te glanzend is, maar toch wel glanzend genoeg voor zo'n mooie bronzy glow. Dus deze is echt fantastisch en ik gebruik hem al vanaf die video super vaak. En dan highlighter. Van elke highlighter die ik heb is er al jaren eentje waar ik gewoon elke keer naar teruggrijp. En dat is deze Milani Baked Highlighter in de kleur 120 Champagne. Deze is zo vaak gebruikt. Je kunt ook gewoon zien dat er letterlijk een deuk in zit. Zie je dit? Zo vaak is hij gebruikt. Ik heb hem ook echt al jaren. De kleur is echt perfect voor mijn huidskleur. Hij smelt super mooi in de huid en hij is gewoon echt fantastisch. En je hoeft ook niet heel veel te gebruiken. Kijk hoe mooi. I love it. Dit is echt al jarenlang mijn nummer 1 highlighter. En ik heb er nog steeds geen eentje gevonden die ik beter vind. En wat ik dan toch af en toe een beetje doe, als ik toch gewoon een klein beetje oogschaduw wil, is dat ik gewoon de bronzer pak die ik heb gebruikt. Maakt niet uit, gewoon die ik heb gebruikt voor mijn gezicht. Die pak ik een beetje. En dan breng ik die een klein beetje zo aan in mijn arcadeboog. En that's it. Gewoon letterlijk dit. Voor een heel klein beetje definitie toch wel. Dat vind ik toch altijd wel een beetje mooi. Kijk. Het maakt echt een minimaal verschil, maar het is echt wel mooi. I love it. En omdat je dus de bronzer gebruikt die je hebt gebruikt over je hele gezicht, komt ook de hele look heel mooi samen. Dan de lippen. Ik heb ook een lipcombo die ik de afgelopen tijd heel vaak gebruik. Ik gebruik mijn lippotloodje van Morphe in de kleur Sweet Tea. En deze lipstick van Charlotte Tilbury in de kleur Pillow Talk is een hele mooie roze kleur. En de combinatie van dit bruin lippotloodje met deze roze kleur is echt heel mooi naturel. Kijk hoe mooi. I love it. Het lijkt ook een beetje op de MAC lipstick in de kleur Velvet Teddy. Alleen dan een tikkietje meer roze. Kijk hoe mooi dit is. I love it. Dan een fixing spray. Eentje die ik ook had meegenomen naar Marokko. En echt perfect is met dit warme weer. Is de NYX Matte Setting Spray. Deze maakt je gezicht echt heel mat. En het zorgt er ook voor dat het echt mat blijft. Nou mensen, dit was het dan. Dit is mijn full face met mijn fave producten van het moment. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en er iets aan hebben gehad. Ook is dit gewoon mijn everyday make-up look die ik altijd maak. Ik vind het echt super duper mooi. Kijk ook die blush, hoe mooi roze, maar niet too much. De lipkleur is ook echt fantastisch. Dus let me know wat je van de video vond beneden in de reacties. En laat me ook weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!